kraamcadeautjes vind ik heel leuk om te maken. En je kan er ook heel goed je restjes garen mee opmaken. Ik heb nog restjes garen in de kast liggen. Ik heb ook geen idee hoe het kan. dus ik heb een paar kleurtjes uitgezocht. En ik denk dat je dat best ook zelf kan verzinnen. Dat je niet altijd een patroontje van iemand nodig hebt. Dus ik ga een kraamcadeautje zelf verzinnen met deze restjes garen. Ik heb natuurlijk wel over nagedacht wat je dan kan maken. En volgens mij houden baby's van drie dingen, jonge baby's. Namelijk, het moet geluid maken. Nou heb ik nog een beetje knisperfolie. Dus dat ga ik erin stoppen. Dus dat komt goed. Dan houden ze ook van verschillende texturen om aan te voelen. Dus ik wil eigenlijk verschillende steken gebruiken die een beetje relief geven. Dus bijvoorbeeld een ribbel of een bobbel, popcornsteek. Zodat je met die verschillende kleurtjes ook verschillende texturen krijgt. En ze houden van contrasterende kleuren. Dat weet ik nog wel van toen mijn eigen jongens baby waren. Als je verschillende contrasterende kleuren naast elkaar hebt, dan kunnen ze daar echt met open mond naar kijken. Dus ik dacht, als we die dingen nou allemaal combineren. Dus mijn plan is om twee vierkantjes te haken. In verschillende kleuren en verschillende steken. Die haken we aan elkaar. Doen we er een beetje folie in. En volgens mij hebben we dan een heel grappig, heel simpel klein kraamcadeautje. Ik ben heel benieuwd of het in het echt net zo leuk is als in mijn hoofd. Misschien wel niet, misschien toch wel. We gaan het zien. We gaan het gewoon uitproberen. Ik heb dus mijn twee vierkantjes gehaakt. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de wafelsteek aan de ene kant. En geribbelde streepjes aan de andere kant vond ik toch leuker dan bobbels. Want dan zijn het allemaal rechte streepjes. En nu heb ik ze aan elkaar gemaakt met die contrastkleur blauw. Dus nu moet het knisperfolie er nog in. Ik ga de draadjes die ik aan de zijkanten had, stop ik erin. Dat is dan gewoon meteen een beetje vulling. Zo. Dat knippen we dan ongeveer op maat. Dat komt niet zo heel nauw. Als overal maar wat zit. En dat hoef je er dan alleen maar in te stoppen. Ik zeg, we hebben een kraamcadeautje, maar wat ik nu nog bedenk, er is natuurlijk nog een ding wat baby's heel leuk vinden. En dat zijn lepeltjes. Nou heb ik nog een beetje ribbon garen liggen. Dus ik denk dat ik er nog een paar lepeltjes aan ga maken. We hebben een kraamcadeautje van restjes garen. En volgens mij heeft het alles wat baby's leuk vinden. Het heeft relief om aan te voelen. Het heeft kleurcontrasten om naar te kijken. Er zit een knispertje in om naar te luisteren. En lintjes om mee te spelen. Nou, hartstikke leuk toch? Als je ook nog restjes garen hebt liggen, leef je uit.